En minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken is er voorstander van dat het Major Henry Fernandes vliegveld in Ikeri wordt gerehabiliteerd. Het vliegveld is nogal bouwvallig en voldoet niet meer aan de standaarden. De rehabilitatie van het vliegveld was al eerder begonnen, maar is om tot nu toe onbekende redenen stopgezet. De financiering voor de rehabilitatie hoopt de bewindsman te krijgen van ondernemers. Het vliegveld kan een belangrijke facelift worden bij de export van producten uit Saramaka, Koroni en Nikeri. Kijk, het vliegveld, ik weet het nog, mensen weten, maar jaren terug was men al begonnen met de rehabilitatie. En het is jammer dat het stopgezet is geworden. Om wat voor reden, ik weet niet wat 100% de reden was, maar het is niet doorgaan, het is heel jammer. Zoals ik heb gezien, ik ben eigenlijk verrast geworden met de productie die men in Saramaka, Koroni en Nikeri heeft. Nikeri is wel bekend, maar Koroni en Saramaka hebben producties die ik zelf niet eens kende. En op basis daarvan kan ik zeggen dat die haven die al verbeterd was, optimaler gebruikt moet worden voor de export. En een tweede is, als je luchttransport wil gebruiken, dan zou die luchthaven vandaar inderdaad weer gerehabiliteerd moeten worden. De minister zegt dat hij werkt aan een infrastructuur in Suriname die de export volledig moet bevorderen. Dus als je mij vraagt, zijn het belangrijke projecten en het is vooral voor de export bedoeld, om het gewoon zo te zeggen. Dus ook dat is een concept waarvan, kijk, dat is typisch een project waarvan je zegt, dat gaan we nu uit de zakken kunnen halen, dus we moeten daar een stuk financiering voor vinden. Maar feit is, er is een grote nood aan export van de producten die zeker in Saramaka Koroni worden gemaakt, grootschalig, en die keer is 100%. Maar er zijn dus twee opties, de boot gebruiken of een vliegtuig gebruiken. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij is er voorstander van dat het Major Henry Fernandes vliegveld in Ikeri wordt gerehabiliteerd.